Rotania. Rien. Wie? Rotania. Hello, I'm Modi van Zeeland. Rien. What's up en welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Lem natuurlijk, de game commentator. En voilà, op deze zondag gaan we niet kijken naar een Giro d'Italia replay. We gaan wel naar die andere grote ronde in deze Pro Cyclist mode met Mauri van Zevenhand. We gaan naar de Tour de France. En dit zijn de drie grote kanshebbers in deze save game om die Tour te gaan winnen met Wout van Aert, met Tadej Pogacar en ook Egan Bernal mag je daar zeker bij zitten. En ik zal straks wel even toelichten waarom Wout van Aert bij deze drie grote kanshebbers staat. Want het zou echt wel kunnen dat hij deze Tour gaat winnen in deze save. Alhoewel, hij gaat ver komen, denk ik. In ieder geval, dit zijn de wolven voor deze Ronde van Frankrijk. Met natuurlijk daarbij Mari van Zevenhand. Ballo is er ook bij Ballerini. Zal hij de topsprinter worden? Ik denk het niet, want ik weet de selectie al ongeveer. En Kaspar Asgreen is er natuurlijk ook bij. De Deen, net als zijn landgenoot Mikael Freulich Honoré. En dat komt allemaal omdat we straks in Denemarken starten. Dus daar heeft hij goed afgevaardigd. Ja, mooi. En deze Joao Almeida zit in deze save nog steeds bij de Koenig Quickstep. Dus hij wordt de kopman in principe in deze Ronde van Frankrijk. Alhoewel, Julien Alaphilippe, de ex-wereldkampioen. Misschien kan hij het wel klaarspelen om de Tour te winnen. Sam Bennett zal de sprintkopman zijn bij de Wolfpack. Dat kunnen we zeker stellen. En ook deze Fransman, thuisrijder, hardrijder Rémi Cavagna is erbij in Frankrijk. Voilà, we gaan dus starten in Kopenhagen. En we gaan uiteindelijk aankomen traditioneel op de Champs-Élysées. In Frankrijk, ja, zeer zeker. We starten dus in Denemarken, rijden naar Frankrijk. 3310 kilometer, 10 vlaketappes, ja, oké. 3 heuveletappes, dat is voor ons misschien oké, of misschien ook niet oké. 8 wegritten en 2 individuele tijdritten. Eentje van 13 kilometer en 1 van 39. Ja, dat is voor ons dan weer erom minder, maar oké. Het zijn niet zoveel tijdritkilometers en we hebben ook een rit over de kassei. Ja, dat is de grootste die ons zal tegenvallen, vrees ik. Voilà, in Kopenhagen is het vrij vlak met de openingstijdrit. Het is geen proloog, want het is meer dan 10 kilometer. Op dag 2 hebben we wel daar een windzone op het einde en een beetje relief in het parcours. Maar oké, ook op dag 3 is het vrij vlak. Ook op dag 4, als we terug in Frankrijk zijn, is het bij Calais natuurlijk windachtig. Maar ja, gaat dat genoeg zijn om daar verschillen te maken? En op dag 5 is het van dat, hè. Op dag 5 is het van dat. Jawel, een stukje hel van het noorden in deze Tour de France. Met vooral het knooppunt Arenberg die zeker in beeld zal komen. Alleen gaan we de Trouée niet doen. Dat is jammer. Op dag 6 ligt misschien daar onze eerste kans om toe te slaan. Om een ritzege te pakken. Want het is daar zeer heuvelachtig in de finale. En op dag 7, ja, de laatste rit van deze aflevering op La Planche de Belleville gaat misschien wel lukken met Mauri. We gaan moeten zien natuurlijk, want we hebben geen vormpiek voor deze Tour de France. Die hebben we eigenlijk al gebruikt in de Giro. Al had ik wel gepland Giro Tour, maar ja, als je 28 dagen piekt in de Ronde van Italië, dan raak je nooit meer op tijd klaar om te pieken in de Tour de France. Alhoewel, misschien nog in de derde week. Maar dat gaan we moeten zien natuurlijk. We gaan het samen beleven. Lopez, Mas en Paulus, de mannen bij Movistar. Carty is aanwezig. Caruso en Landa zijn er ook bij. Ja, Bernal, de grote man bij Ineos Grenadiers. Zeker als je zijn stats bekijkt, maar oké. Carapaz kan ook. Quinn Simmons, de Amerikaanse kampioen, is erbij voor Trek. En de kopman bij Jumbo-Visma, niet Roglic, maar wel Wout van Aert. Ja, ja. Vos is er ook bij, ook Dumoulin. Ewan is de man bij Lotto Soudal. Van Hoeken wordt daar de klassementsman. We zagen ook al Van Avermaat. Vlaasov is erbij. Bardet is ook aan de start gekomen. Ja, Pogacar die is er wel bij. Dat heb je natuurlijk daarnet al gezien. Is hij de te kloppen man? Ik denk van wel. Alhoewel. Bernal is echt wel een monster aan het worden in deze save. Dus het zou wel eens heel spannend kunnen worden tussen Pogacar en Bernal. We hebben ook nog Yates aan de start staan bij Bike Exchange Turgui. Ja, hij gaat misschien die rit kunnen pakken van Paris-Roubaix of over de kassei van Paris-Roubaix. Dan hebben we nog Alpecin met Philipsen. Barbier is de snelle man bij Delco. Bonamour kan daar misschien nog iets verwezenlijken. Ja, niet Zolo gaat voor de rit, zeggen ze bij Quebeca. Dan hebben we nog Schachman, Sagan, Kelderman voor Bora. En de wereldkampioen Van Marke staat aan de start voor Israël Nation. Het is toch in deze save dat Van Marke wereldkampioen is. Hè? Ja, ik dacht het wel. Misschien bij de
ik nu even aan het verwarren met mijn Lotto save, maar ik dacht het niet. Ik dacht dat Van Marken wel degelijk in de Pro Cyclist Mode wereldkampioen was geworden. En Ganna, Van Aert, Koen, Cavagna, Krag Andersen, Asgreen, McNulty, Dumoulin, Schachman en Joao. Dat zijn de topfavorieten voor de tijdrit in Kopenhagen. 13,7 kilometer, Alaphilippe en Bennett stonden nog in het Tour de France magazine. En wat wordt onze dagvorm? Ja, het zal een goeie moeten zijn. We zijn wel afhankelijk van een goede dagvorm in dit soort dingen. Want het is niet volledig Maurice een ding. Alhoewel, we hebben er al hard op gewerkt om die tijdrit onder de knie te krijgen. En we starten hier met een plus 1. Ja, oké. Okay. Dat is een billijke opening in Kopenhagen. En we gaan meteen jacht maken op tussenpunt 1. Waar voorlopig Dylan Teun zijn beste tijd heeft geklokt. Maar je ziet het ook. We zijn de allereerste wolf die van het podium rolt hier in Kopenhagen. Dus er zijn nog niet veel mannen onderweg. En ja, Rigoberto Urán had ik eigenlijk beter verwacht. Doet niet beter dan Dylan Teuns, die de Schelling momenteel wel. En toch met een eerste persvraag over realiteit dan. Gaat Girmay volgens jou nog een rit winnen? Ja, ik hoop voor hem van wel. Maar de kansen zijn nog bijzonder klein. Hè? Ja, er zijn er echt niet meer veel. En Gerben de Jong, wat vond je van Koen Bouwman? Ja, heerlijke overwinning. Maar het moet toch gezegd zijn, ja, Tom Dumoulin was echt heerlijk in die rit, vond ik. Ja, daar is Tommeknal weer. Ja, Dumoulin was echt beestachtig in die etappe, man. Die had zoiets van, ah, die bergrit volledig mislukt naar de Etna. Ik ga eens revanche nemen en hij was echt wel monsterlijk. En Bouwman werkte het wel geniaal af, dat moeten we het wel toegeven. En ja, wat was Nederland ook sterk hè, in die etappe. Damn, drie mannen voorin, man. Kunnen de Belgen een klein beetje van dromen. Alhoewel, we hebben het... goed gemaakt met Thomas de Gent. Maar oké, ik weet niet of we nog een persvraag daarover krijgen straks. Maar daar zaten we toch ook met de Gent en Van Hoeken. Met twee Belgen dan in de vlucht. Dus we konden het al wat evenaren. Wat doet Van Zevenant? Wat kan hij evenaren in deze openingstijdrit? 11e plek aan tussenpunt 1. Doen we beter aan tussenpunt 2? Nee. Nee. We verliezen tijd. En dat ziet er dus meteen niet zo goed uit met Mari. Maar oké, het was te verwachten. Yates en Lopez stromen binnen. Ja, die doen het ook niet zo goed. En ondertussen wel de snelste tijd aan tussenpunt 1 voor Van Aert, voor Ganna en voor Cavagna. Ja, Remiek is wel binnengekomen. Staat momenteel derde hier aan de finish. En bam, daar is Van Aert. Wow. Daar is Van Aert 2 seconden beter dan Filippo Ganna. Maar je zag het, hè? Van Aert is de huidige wereldkampioen tijdrijden in deze save. En Pogacar, hoeveel verliest hij? Oeh, 23. 23 tellen voor Tadej. Dat is ook best veel. En Van Aert wordt dus de eerste gele truidrager in deze ronde van Frankrijk. Cavagna met een mooie 4e plek. Asgreen 8e. Almeida was 14e. Ja, hij gaat echt wel de kopman worden. Hè. Ik hoop dat we misschien in week 3 kunnen gaan evenaren of eventueel voorbijsteken in het algemeen klassement met Mauri. Maar het zal toch moeilijk worden. Dus het zou wel eens kunnen dat we ons in de 3e week echt wel gaan opofferen voor Joao. Vlaasov met ook wel wat veel tijdsverlies. Ja, Alexander, dat is niet goed. Oeh, en Bernal. Bernal, bijna 40 seconden. Wow. Ja, dat is niet goed. Adam Yates ook niet goed van die Ineos Grenadiers. Waarschijnlijk zit hij niet in vorm. Want ik vermoed dat Bernal en Carapaz toch de kopmannen zullen zijn bij Ineos. Voilà, Richard zien we hier staan. Richard, net geen minuut verloren. Ja, is misschien zelfs nog slechter in vorm. In ieder geval, we gaan naar de 2e rit. We blijven in Denemarken. Ja, dat is ook duidelijk. In Nyborg gaan we na bijna 200 kilometer aankomen. Straks een stukje wind daarbij. En Caleb Ewan, Van Aert en Pedersen hebben 3 sterren. Bennett, Demar, Sagan 2 sterren. En Jappe met Viviani, Nizzolo en Chimolai 1 ster achter de naam. Ja, wat kan Philipsen doen? Wat kan Van Aert doen? Of gaan we gewoon kijken naar een overtuigende sprintzege van Caleb Ewan? We gaan het zien, hè. Wat zijn de vormen ook? Dagvormen van Mari. En wat gaan wij vooral doen? Ja, gaan we mee aanvallen? Goh, misschien wel, hè. De doelstelling vooraf van deze Tour de France is eigenlijk om de bollen te pakken. En dan een goed klassement nog ergens te rijden als het kan. Ja. Maar we hebben wel een heel goede dagvorm op dag 2. Plus 3 voor de Belgische kampioen. Ja, wie weet. Een ritzege. Het zou lekker zijn. In ieder geval, we willen wel in de vlucht van de dag mee zitten. Er zijn al heel wat aanvallen geweest. Heel wat golven. Maar nu is het ons moment. Hoppa, kom aan Mari. Nu gaan we eens alles eruit knallen. En wie gaat er mee met ons? Of laat het peloton ons niet begaan? Dat kan natuurlijk ook. Maar in ieder geval wel een kloofje. Ja. De man die momenteel in pensioen zit, Wijnands, gaat ook mee. Oké, lekker. Hè. Kom maar mee rijden, Maarten. En Bauer zit er ook bij. Voilà, met z'n drieën.
En dan R6 met nog een persvraag. Wat vond u van de cosmopolitische sprint van Cavendish? En wat verordoneert Patrick van hem? Ja, oké. Okay. Het was een indrukwekkende sprint van Kev, dat zeker. Het was buitenaards, maar de dagen nadien was iets menselijker. Kwam er eigenlijk niet aan te pas. Of oké, okay, hij deed wel mee. Maar die grote overmacht was wel volledig weg. En ja, dat zal Patje niet zo leuk gevonden hebben, neem ik aan. We gaan op deze koord even doortrekken. Voilà, Van Zevenhand knalt weg van zijn concurrenten. Ja, het moet ook, hè. Mijnans en Bauer, dat zijn nu niet de toppers op dit heuvelklimachtige stukjes. Dus oké, we hebben één puntje. Een luttel schamel puntje. Maar oké, hier gaan we voor de volgende tussensprint. Eentje van derde categorie. Twee punten liggen hier te winnen. Bam, en die hebben we wel. Hoppa. Drie punten in totaal. En dan gaan we naar de volgende tussensprint voor het klimwerk De Bolle. En ook wederom hier duidelijk de betere. Alhoewel, Bauer komt nog. Bauer komt nog. Oké, Mauri, alles onder controle. Bam, vier punten. Totaal maximum gepakt. En dan gaan we naar de finale. Naar het stuk in de wind. Met ook deze brug daar te bekennen. In Denemarken, jawel. En Mr. L met nog een persvraag. Wat vond je van de Giro tot nu toe? Goh ja. Ergens vond ik hem wel leuk. Want ik vind de Giro heel leuk. Het is gewoon mijn favoriete ronde. Maar anderzijds, ja, tot nu toe... toch ook grote stukken waar echt veel saaiheid te bekennen was. Ik had gehoopt met Van der Poel erbij dat er misschien wel wat meer animo in de etappes zou gaan zitten. Maar ja, uiteindelijk is dat toch wel wat tegengevallen. Van Girmay had ik misschien ook al een paar acties verwacht, maar die zijn er ook niet gekomen. Ja, die rit naar de Etna was ook saai. Hè? Ik had toch in het peloton of de groep der favorieten wat aanvallen verwacht, maar ook daar... bleef het wat mij stil. Misschien ja, omdat die rit ook wel heel vroeg in die 21-daagse komt. Allee, plus de twee rustdagen is eigenlijk 23-daagse. Maar ja, dan nog. Het was tot nu toe goed. Het was leuk om naar te kijken, maar het was niet wauw. En ja, die sparkle, die magische energie, dat hoop ik toch de komende etappes nog hier en daar ergens te gaan zien. We gaan naar de eindsprint in Nyborg. Voilà, het is de lead-out die bezig is voor de mannen van Lotto, voor Ewan. Ja, niemand anders kan daar deftig sprinten, buiten de Lee, maar oké. Okay. Die is niet aanwezig in deze Giro d'Italia. En dan moet Frans kampioen De Maart maar doen. Ja, de lead-out is volledig stilgevallen. Wij gaan als eerst. Nee, het is Pedersen. Het is Mats Pedersen, de Deense kampioen. Ja, Asgreen is geen Deense kampioen meer. Ik haal het zelfs nog niet door. Ja, ik ga het wel gewoon zo laten in mijn selectie van de Wolfpack. Ook in de volgende aflevering. Je m'en fous, maar het is Mats Pedersen die hem pakt in eigen land. Ja, wow, wow, wow. Wat zou die in real life blij zijn, man. Wow, stel je voor als Deens kampioen in jouw eigen land een rit pakken in de Tour de France. Ja, dat is toch goddelijk, man. Daar kijk je toch naar uit als Deen zijnde. Wij pakken wel de bollen. Geen tijd verloren. Dus dat is allemaal goed. We waren in de finale bij de pinken. En we blijven dus op dezelfde achterstand staan in het algemeen klassement. Op de gele truidrager Wout van Aert. 55 seconden is dus momenteel onze achterstand op de man. In het geel van Jumbo-Visma. Hoppa, de evaluatie is ook nog steeds oké. Okay. Alhoewel, over het knechtwerk zijn ze momenteel niet tevreden in de ploegauto van de Koenig Quickstep. Maar oké, we gaan naar de volgende etappe. We blijven nog steeds bij de Grand Départ van Denemarken in deze Tour de France. Vandaag is Sonderborg de aankomst over 180 kilometer. Ja, bijna biljartvlak, dus we mogen alweer uitkijken naar Ewan, naar Pedersen, naar Bennett. Ja, kan Mats Pedersen zijn kunstje nog eens overdoen? En geraken wij vandaag alweer in de vlucht van de dag om die bollen op te pikken, op te rapen. En dat is uiteindelijk niet gelukt. Nee, want deze mannen, vijf vluchters in de vlucht van de dag. Zij hebben helaas de bergpunten weggenomen. Cousin heeft daar de meeste gepakt voor Bonamour. En dan gaan wij eens kijken naar de finale. Lucas met nog een persvraag. Wat kan Victor Kampenaars nog doen de komende wedstrijden en seizoenen? Ja, ik zou... toch moest ik van hem zijn en blijven toeleggen op dit soort werk. Hè. Grote rondes, ritten kapen en dan in het klassieke werk wat tegenstand bieden. Al vond ik hem ja, in de omloop echt heel goed, maar daarna... ja, het leek misschien of dat hij een klein beetje te vroeg in vorm was in het voorjaar. Maar oké, laat hem dat maar doen en voor de rest zal daar niet veel abnormaals nog voortkomen, vrees ik. En wij gaan dan naar de laatste kilometers in Sonderborg. Wat gaat vandaag worden? Is het er eentje voor Ewan of toch weer Pedersen? En wat doet De Maart, Frans kampioen of onze Sam Bennett? Wat kan hij doen? Hij gaat nu aan. Van Zevenhand gaat meedoen voor een ereplaats. Maar er is geen kruid opgewassen tegen Arno De Maart. Caleb Ewan plus 3, De Maart plus 3. Maar Viviani in plus 5. En hij weet het niet af te maken. En ook Sam Bennett niet. Oh, Sammeke.
Man, man, man. Super benen. En toch maar een vierde plek in deze massasprint. Ja, hij had ook niet echt de lead-out zonder ploeg, hè. En wij konden helaas die lead-out niet verzilveren of verzorgen. Want we konden Bennett niet besturen. Dus ja, dan wordt het ook moeilijk natuurlijk. We pakken wel een 15e ereplek. Dat is mooi. Goed gedaan, Marie. We blijven in de bollen. En we blijven eigenlijk toekijken hoe Wout van Aert iedere dag opnieuw die gele trui op het eindpodium of op het slotpodium van de dag mag in ontvangst nemen. En wij schuiven niet op. Blijven 35ste in het algemeen klassement. Voilà, we hebben wel 2 kilometer verricht vandaag, ploegleiding. Het is al iets beter. En qua nevenklassementen doen we het wel nog goed. En we gaan dan eindelijk terug in Frankrijk neerdalen. Voilà, voilà. Vandaag van Dunkerque naar Calais. Over 171 kilometer. Ja, geen idee waarom dat die kassei daar staat. Ah jawel, de eerste heuvel vandaag is over kasseitjes. Of onverhard, maar oké. We gaan meteen inpikken bij deze. Leveux heeft de vlucht van de dag gekozen samen met Mullen. En zij zijn alweer de bergpunten aan het wegsnoepen. Maar we gaan het nog proberen. Hè. Robin met nog een persvraag. Kan Wout de Vuelta of de Giro winnen? Goh, ooit in de toekomst misschien. Maar dan gaat het koersscenario wel volledig in zijn voordeel moeten liggen. En gaat de concurrentie ook niet te sterk mogen zijn. Dus goh, ik acht de kans toch bijzonder klein dat het ooit gaat gebeuren. Hoor. De Tour, die sluit ik uit. Nee, dat denk ik niet. Al zou de Tour in principe hem beter moeten liggen dan de Giro en La Vuelta. Maar oké, de concurrentie, de Tour is te moordend. Dus daar gaat hij altijd tegen goede concurrentie moeten wedijveren. Voilà. Deze knik pakken we ook mee met Van Zevenant. De vorige ook nog net met onze late uitval om die vluchters van de dag op te rapen. En we gaan eens kijken hier in Calais wat het kan worden. De wind heeft eigenlijk geen brokken gemaakt. Het is de trein voor Caleb Ewan met Krom. En wij proberen ons hier wat te nestelen. Ja, kom aan, het wiel van Ewan. Ja, het lukt niet. Het zal op eigen tempo blijven, vrees ik. We zitten wel wat in de weg te rijden van Sam Bennett. Dat is misschien niet zo slim. Dus ik ga toch Bennett even laten passeren. Voilà, klein gaatje nu gevallen achter de rug van Bennett. Bennett in het wiel van Ewan. Kan Bennett deze pakken? Alhoewel, ze komen hem daar langs alle kanten bestoken. Bennett komt er nu uit. Kom aan, Sam. Sam Bennett gaat hem pakken. Jawel, hier is nummer 1 voor de Wolfpack in deze Tour de France. Ik heb hier niets mee te maken, want ik kan hem in de verste verte besturen. Demar op plek 2. Nee, Demar op plek 3. Ewan op plek 2. Alweer een topdag voor Viviani. Ja, Gaviria kan ik niet zien hoeveel dat hij had. Alhoewel, jawel, even uit pauze gaan. Voilà, plus 2 dagvorm bij Fernando. En wij alweer met een goede dagvorm. Maar in deze etappes zijn we er niets mee, PCM. Buiten onze vormpiek heen. Ja, het zijn mooie dagvormen. Maar ik had ze liever misschien in die rit van Roubaix gehad. Alhoewel, die moet nog komen. Hopelijk kunnen we daar een goede dagvorm krijgen, want het gaat nodig zijn. 14e plek in deze etappe. Ja, momenteel liggen onze kansen er nog niet echt. Hè. En de gele trui veroveren, dat zal er ook niet in zitten in dit seizoen. Alhoewel, je weet maar nooit. Als we in die laatste week plots furieus uithalen, kan misschien nog alles. Al zal het daar ook te zien zijn hoeveel dagen dat we daar in die vormpiek gaan zitten. In de slotweek. Het lijkt er wel naar uit dat we nog een kleine vormpiek gaan hebben in deze Tour de France. En wij schuiven op naar plek 22 wel vandaag. Wel nog steeds op dezelfde achterstand op Van Aert. We hebben kopwerk verricht. Voilà, alsjeblieft ploegleiding. Ze zijn heel tevreden vandaag, zeer zeker. Bennett heeft ook gewonnen. Dus kijk eens aan, we hebben echt wel een aandeel in de team effort van de dag. En we gaan dan naar deze. Naar Arenberg met Turgy, met Van Aert, met Asgreen als de grote topfavorieten. Seneschal van Marke, Laporte, 2 sterren. En dan hebben we nog Vermeer, Sagan, Van Avermaat en Alaphilippe. Jawel, Juju, Lulu. Hij is ook een van de kanshebbers. Voilà, Moscon en Demar in het magazine. En wat kunnen wij? Wat is de dagvorm? We gaan meteen naar de eerste kobbelsectie, de eerste kasseisectie. En voilà, een plus 3 dagvorm achter Mauri. Ja, maar met zijn slechte kasseistijd had ik toch liever een plus 5 gezien. Ballerini heeft dat wel trouwens, Almeida en Alaphilippe ook. Ja, die mannen hebben voor een pieken. Hè. En Bauer, Boudin en Barcelo, zij zitten momenteel in de vlucht van de dag. Ja, laat ze maar doen, die gaan dit nooit overleven. En wij proberen op deze manier een beetje te volgen. Alexander met nog een persvraag. Kan MVDP na veel, niet veel tijdritreiding op het niveau van Van Aert komen? En dan nog Gamer Game met de vraag, wat vond je van Gilbert in de vierdaagse van Duinkerke? Ja, in ieder geval, als je gaat kijken naar de tijdritten die Van der Poel in zijn profcarrière al heeft verreden,
dan moet je toch wel constateren dat die allemaal goed waren. Oké, het waren heel vaak korte tijdritten, maar ik denk als je dat kan, kan je in principe ook gewoon op langere tijdritten concurreren met de beste ter wereld. Dus als hij zich daar echt op toelegt, ja, dan kan hij echt wel het niveau van Van Aert evenaren. Beter, dat denk ik niet. Van Aert heeft toch nog iets meer een grotere motor dan Van der Poel, vind ik persoonlijk. Als het echt op wattages aankomt, hè, want in een tijdrit is dat toch uiteindelijk wel. Maar hij kan zeker in de buurt komen. Hè. Hij kan ook gewoon echt wel wedijveren met Van Aert over kortere afstanden. En hier moeten wij eraf, hier moeten we eraf. Oei, oei, oei. Het gaatje is gevallen. En dan nog even terugkomen op de vraag van Gilbert. Ja, hij was een king in Duinkerke, dat was duidelijk. Honoré zit hier ook nog, maar we mogen hem niet gebruiken. Allee, kom aan, ploegleiding. Wat is dit, man? Geef ons toch gewoon Honoré. Als hij hier ons nog wat kan helpen, waarom niet? En we komen nu in het groepje terecht van Alaphilippe. Ja, Honoré is er wel af. We hebben wat terrein kunnen goedmaken, maar we gaan zo meteen à blok. Ja, we gaan zo meteen à blok in de hel van het noorden. Ja, dit is gewoon niet ons ding, hè. Dit is echt gewoon niet ons ding. Links onderin staan we nog op Van Marken. Maar wij hebben geen echte goede kobbelstijd. Was het maar waar dat we een 80 kasteistijd hadden. Met dan nog de plussen erbij van de goede dag voor. Dan hadden we hier kunnen concurreren. Wedijveren naar de dag zegen. Laporte zit daar nu voor in. Ja, het is nog steeds een compact peloton, hè. Nog niet echt afscheiding. Ja, ik probeerde even met de F9 camera naar voren te geraken, maar het lukt niet. Oeh, valpartij hier voor onze neus. Oké, ga maar liggen. Het was Kampenaerts en De Waard met nog een persvraag. Wie wint de Gent-klassement in de Giro? Goh, dat is een goede vraag, man. Ja, in het begin zou je gezegd hebben Aimé de Gent. Maar natuurlijk, ja, met die push die Thomas daar heeft gepleegd samen met Harm van Hoeken. Heel veel tijd gepakt, omdat die Gent daar ook een beetje een dagje in de bus heeft gezeten. In Meeke dan. Dan Intermarché, want die Gobert. Dus ja, het lijkt toch wel Thomas te gaan worden. Hè. En wij zitten ja, wederom de volgende keer aan blok. Ja, het is gewoon afzien. 2 minuten zaten we al achter op het peloton. Ja, deze kasseistrook doet er niet veel goed aan. Voilà. Er komt een minuut bij. Bam, bam, bam. Maar lekker incasseren van Zevenand. We zijn op weg naar Arenberg. De Trouet doen we dus niet. Dat is wel heel jammer. De finish ligt wel vlak aan de ingang van het bos van Alers van de Trouet de Arenberg. En het is niet Zolo die hem pakt. Oh, Giacomo. Alright, ik dacht Van Aert gaat hem hier pakken. Ja, we hadden geen ander beeld. Dus het was van hieruit dat ik het moest bezien. Maar het is aan de binnenbocht. Niet Zolo die hem pakt voor Van Aert. Ja, ja. En wij gaan hier binnenkomen op hoeveel is het? Oh, kom aan, man. Kom aan, Mauri. Nog even knallen. Voilà, daar zie je de Trouet de Arenberg beginnen. Helaas mogen we er niet overrijden. Voor ons misschien wel goed. En we verliezen 3 minuten. We verliezen 3 minuten op de groep der favorieten. Ja, dat is veel. Pogacar zat erbij, hè. Pogacar zat erbij. En ik had dus Van Aert er eigenlijk bijgezet in het begin. Als de grote kanshebbers om deze Tour de France te winnen. Rekening houdend met deze rit. Maar ik had toch een groter verschil verwacht voor Wautje. Heeft niet echt brokken kunnen maken. Want kijk eens aan. Landa zat er ook gewoon nog bij. Wow. Damn, man. Landa heeft gewoon overleefd. Alright. Demar niet. Pedersen ook niet. Ja, dat is dan weer de logica van Pro Cycling Manager. Tenzij dat ze pech hebben gehad. Lopez die hier afgemoeten is ook realistisch. En waar zit Egan Bernal? Of heb ik hem al gepasseerd? Het zou kunnen. Nee, hier zit Bernal. Ja, Bernal ook veel tijd hoor. Meer dan 2 minuten verloren. Ganna 2:46 en wij ook. Ja, wij zaten in dat groepje van Filippo. Ja, oké. Het is veel. Het is veel, ik weet het. Daardoor gaan we de Tour niet winnen. Dat is ook wel al duidelijk. En zelfs met een vormpiek hadden we een plus 5 gehad in deze etappe. Waren we niet in de buurt gekomen. We zaten al heel vroeg à blok, ja. Ja, onze kasseistijd is ook gewoon shit. Voilà, de evaluatie. Oké, die valt nog mee. Want we hebben nog altijd de bollen in onze handen of rond onze nek en schouders zitten. En wat gaat deze etappe brengen? Maken we kans om eindelijk een rit te pakken in deze eerste week van de Tour de France? Ik hoop van wel. Alaphilippe is wel de topfavoriet met Pogacar, Gaudu, Formolo, Hirschi, Simmons. Dan hebben we nog Bernal, Van Aert, Kwiatkowski en Bardet. Of Barguil, geen idee. Het was een van de twee. Het ging even te snel weer. En wat mag Wautje vandaag verwachten van ons? Ja, het geel gaan we niet afpakken, wat? Daar mag je al zeker van zijn.
Maar op deze lectie gaan we toch even proberen, alhoewel het tempo ligt hoog, mannen. We gaan aan 88 eigen tempo en kijk eens aan. Honoré legt het bijzonder hoog met Asgreen. En dat is allemaal het werk voor Sam Bennett of voor Julien. Bennett heeft wel een goede dag, plus 4, maar die gaat dit nooit overleven. Dat is ook duidelijk. Dus het zal wel voor Alaphilippe zijn en voor João Almeida ook natuurlijk. En Kangert gaat. Kangert gaat, wij gaan reageren. Wij gaan de tegenaanval zetten op Kangert. Ja, ik gebruik dit niet veel, ik weet het. Het is eigenlijk een new school tactiek, maar ik gebruik liever de old school tactiek en erop en erover nu. Erop en erover. En wat is het gat op deze kort? Nou, het is niet veel. Maar dit is niks. 5 seconden. Dat knal zo meteen dicht. Alhoewel, het was wel De Maar en Pedersen die het gat proberen te dichten. Die willen natuurlijk nog zo meteen een kleine sprintkans overhouden. Al zullen ze snel moeten recupereren. En wij ook. Want we zitten volledig aan blok. 17 seconden. Het loopt op. Kom aan, Mauri. Kom op, Mauri. In zijn bollen. Dit zou heerlijk zijn. Kunnen we dit volhouden? We gaan naar de laatste 3 kilometer. Oh, het is nog ver, hè. Het is nog ver. Nog 3 kilometer. En we gaan nu bergop terug. Heuvel op. Hop. Bam. Kom aan, Mauri. Blijf het duwen, man. Blijf het duwen. Wanneer gaan ze daar aanzetten achterin? Deze klim van 1,8 kilometer. Nu komt Van Aert. Nu komt Van Aert. Ik ga nog even wachten. Alhoewel, nee, ik durf niet te wachten. Ik durf niet te wachten. Van Zevenand tegen Van Aert. Hij gaat er niet overkomen, Watch, of wel? Hij komt er precies niet over en de rest ook niet. Is hier de rit, zeg. Alhoewel, hij komt erover. Allee. Nee, wat? Waarom, man? Waarom? Hij pakt hem. Bam, in het geel. Deze etappe is binnen voor Wout van Aert. Oh, dit is een zure. En worden we nog tweede? Nee, we worden zelfs nog fucking derde. Ook Guillaume Martin. Oh, man, man, man. Damn it. Oh, zo dichterbij. Zo dichterbij. In onze eerste echte kans in deze Tour de France. Ja, dit is echt wel balen. Geen 30ste overwinning in deze Pro Cyclist Mode in het tweede seizoen met Mauri. Ja, het had mooi geweest. Het had mooi geweest onze 30ste overwinning pakken in de Tour de France. Maar oké, Pogacar zat er wel nog bij. Eigenlijk heel wat grote namen in de top 14. Vanaf plek 15 was er wel een tijdsverschil. Landa verliest tijd, Pinot verliest tijd, Kelderman, Vlaashof, Carapaz, Sagan, Simon Yates. Ja, oké. Er is wat tijdsverlies, maar we gaan er niet veel mee opschrijven. Dat is ook wel duidelijk en zeker. Van Aert blijft leider. Pogacar op 2, Almeida op 3. En wij schuiven op naar plek 27 op net geen 4 minuten van Van Aert. Ja, oef. Het blijft veel, hè. 4 minuten. We gaan die slotweek echt wel moeten ownen. Als we nog willen terugkomen. Maar oké. Het is nog ver naar Parijs. Het is nog lang. Wij gaan naar level 36 in deze Pro Cyclist mode. Dat betekent dat we nog 1 level kunnen stijgen. En dat zal ook onze laatste statwijziging zijn of verandering. En dan is het even uitkijken naar deze. Hè. La Super Plonge de Belfie. Ja, ja. 174 kilometer. Egan Bernal, Pogacar, Adam Yates, Godu, Landa, Vlaashof, Carapaz, Lopez, Alaphilippe en Guillaume Martin. Je ziet daar bovenin ook zo'n kassei-icoontje staan. Er zijn geen kassei vandaag, hè, mannen. Alleen het laatste stuk is onverhard. En de Belgen in het Tourmagazine. Met Van Aert en Van Zevenand, ja. En onze plus 1 dag voor hem. Maar oké. Okay. Maar we hebben wel bewust gekozen om niet in de vlucht van de dag te kruipen vandaag, ja. Het had ons voor de bollen wel wat punten kunnen opleveren. Maar het had ook ons algemeen klassement nog wat meer om zeep geholpen. Dus ik heb een keuze gemaakt. Vandaag is een rit voor het klassement. Maar Sean Bennett, oh, die komt wel dicht. En mannen, op gelijke hoogte. Ja, onze bolletrui hangt aan een zijden draadje. Maar straks op La Planche, degene die als eerste boven komt, pakt daar 10 punten. Hè. We hebben er maar 8, dus we moeten eigenlijk punten pakken op La Planche Belfie. En wat gaat die man daar in zijn Colombiaanse kampioenentrui doen? Egan Bernal, 84 klimstet ondertussen deze save. Ja, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want zijn andere stats zijn zeker ook niet slecht. Het is niet zoals Lopez. Die dan 85 heeft en voor de rest wat eerdere shitstats. Nee, Bernal is in het algemeen echt ook gewoon goed. En we gaan meteen als eerste erop. Bam, snelle aanval op deze klim van 6,6 kilometer. Ja, hij is niet zo lang natuurlijk, maar wel 8,6% gemiddeld. Dat is stevig. De vluchters van de dag zijn eraan. Ja, logisch. Ze zijn eigenlijk nog ver gekomen. En Warbas gaat nog even doorduwen. En dan nu de aanval. Nu de aanval van Yates. Ja, en de reactie moet nu komen. Het is Pogacar. Ah, min 1 dag voor. Niet zo goed, Poogie Boy.
En daar komt nu Bernal. Daar komt nu Bernal. Hij heeft een plus 4. Hij heeft een plus 4. Egan. Oei, oei. En Pogacar neemt nu wel stevig over. Pogacar met de stevige demarrage. De beste jongere momenteel in deze Tour de France. Kan Van Aert volgen. Ja, die zit hier nog makkelijk mee te peddelen. Oh, ja, oké. Okay. Lekker wat. Oh, damn it. En Bernal nu. Nu kan Bernal gaan overpakken. Godu gaat ook makkelijk mee. En Bernal met een stevige versnelling. Aanval. Egan Bernal naar de laatste kilometers op deze La Planche Belfie. Ja, voor ons is deze te stevig. Alhoewel, ga ik het eens proberen. Klein aanvalletje dan. Hoppa. Ja, nee, we komen geen meter verder. Oké. Okay. Even volgen in het wiel van Vlasov dan. Vlasov, Pogacar. Landa zit hier ook nog, neem ik aan. Ik denk dat het Bardet is van DSM. Ik ben het wel niet zeker. En het is nu Bernal tegen Gaudu op het onverharde stuk op La Planche. Kunnen wij er nog uitkomen? Kunnen we nog uit het wiel komen van Vlasov? We hebben nog iets. Oh, we vallen meteen stil. We zitten aan blok. En het is Bernal die hem meteen pakt. Dat is duidelijk, ja. De man met de beste klimstat momenteel in deze save game. Dat is ook duidelijk. En met zijn goede dag voor hem pakt hij hier de zege. Gaudu is tweede, dan Landa, dan Vlasov. Ah, zijn dit tijdsverschillen? Ik vrees ervoor. Ik vrees ervoor. We zijn wel vijfde. Mooi resultaat, absoluut. Met onze plus één dag vorm. Ja. Stel je voor, als we een vormpiek krijgen in de derde week, kunnen we misschien echt wel nog iets doen. En we pakken maar 2 punten voor het bergklassement. Oh, dit is zuur. Bernal pakt er 10, hè. Ja, hij gaat de trui overpakken. Hè. We komen binnen dezelfde punten. Maar normaal gezien, als ik het goed heb, is het zoals in real life. Degene die de punten bergop pakt en de meeste dus in één keer, die wordt de nieuwe leider. Dus hij pakt 10 punten in één keer. Wij hebben er wel 10 verzameld, maar allemaal in kleine stukjes over verschillende etappes. Dus normaal gezien zou Egan Bernal de nieuwe bergleider moeten zijn. De nieuwe bolleman. 23 seconden verliezen we uiteindelijk wel op Bernal. Net als Van Aert en Pogacar. Alaphilippe verloor 30 seconden samen met Simon Yates. We zien ook dat Joao Almeida ja, toch een minder dag had. Hè. 56 seconden. Net als Kelderman. Adam Yates ook veel tijd verloren. En waar zat Carapaz? Ja, daar zit Richard Carapaz. Ja, oké. Vreemd. Kwiatkowski zit wel bij hem. Is hij nu een van de kopmannen bij Ineos of niet? Staat wel op veel tijd natuurlijk. En op hoeveel komen wij nu uiteindelijk te staan van Wout van Aert na 1 week Tour de France? Pogacar staat op 40 seconden. Vlasov op 52. Dan hebben we dus de top 3 al gehad. Landa staat op meer dan een minuut. Net als Almeida, Gaudu, Bardet en Lutsenko niet. Want Lutsenko staat al op plus 2 minuten. Lopez en Bernal ook. Guillaume Martin heeft ook 2:33 al als achterstand. Hij bij net geen 4 minuten op Van Aert. Maar we zijn wel opgeschoven naar plek 12 in het algemeen klassement. Is niet slecht, het had beter gekund. Maar ja, die kut-etappe van Paris-Roubaix heeft ons echt wel een bijzonder grote kloof opgeleverd. Ja. We gaan ze moeten dichtrijden de komende etappes, afleveringen. Dat is duidelijk. Onze ploegleiding is ook niet helemaal tevreden. Al pakken we wel een paar punten qua XP naar level 37. In ieder geval, we zijn niet denderend begonnen aan deze Tour de France met Mario van Zevenan. Het was ergens wel te verwachten. Maar de eerste bergrit naar La Planche Belfie heeft wel een paar perspectieven geopend voor misschien een mogelijke vormpiek in de derde week. En wie weet dat we dan nog veel kunnen gaan goedmaken. In ieder geval, bedankt alweer om te kijken. Abonneer nog gerust op mijn YouTube-kanaal. Ik zie jullie graag volgende week terug voor zeker een replay-aflevering van de Giro d'Italia. En de andere aflevering zal Lotto Soudal hoogstwaarschijnlijk zijn. Dus hopelijk tot dan alweer. Nog een goed weekend. Fijne zondagavond toegewenst. Tot de volgende en bye bye.